Vandaag zijn we te gast bij RJ Record Studio in Veldhoven. En naast mij Ron Jongenelen, de eigenaar van deze knusse studio, mag ik wel zeggen, Ron. He, bij jou hier aan huis. Ja. Ja. Jij bent de organisator van The Voice of Waalre. Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat houdt dat in? Ja, nou, The Voice of Waalre is een talentenjacht waarbij we eerst audities gaan houden. Waarbij de deelnemers door een vakkundige jury beoordeeld worden. Komen ze dan die audities door, dan mogen ze naar de voorrondes, en welke gehouden worden in het klooster in Waalre. En uiteindelijk kunnen ze kans maken op een finale plaats, waar ze dus door Second Beat Production een professionele opnamestudio krijgen. En dat wordt door de producer Frank Souter dan gearrangeerd. Dus, ja. Is het een afgeleide van wat dat betreft de landelijke Voice? De naam is een afgeleider ervan, alleen het concept verder is eigenlijk anders, omdat wij niet met blind auditions werken, maar dat we dus echt een auditie houden met een drietallige jury. En we willen gewoon zien wat de mensen kunnen. En we werken ook niet met teamcaptains tijdens de voorrondes. Dus wat dat betreft, de naam is inderdaad een afgeleide, alleen het concept daarna verandert het. Okay. Ja. 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 Hoe is dit zo ooit ontstaan? Nou, het is op een hele leuke en spontane manier ontstaan. Als zangdocent geven we één keer per jaar geven we een uitvoering aan de leerlingen. En zodat de ooms en tantes, de opa's en oma's en de vrienden en vriendinnen die kunnen komen kijken hoe ze zijn eigen ontwikkeld hebben in dat jaar. Ja. Nou, enkele leerlingen die vroegen aan mij van zou het niet leuk zijn om een keer aan het landelijke mee te doen, een landelijke talentenjacht. En ja, ik zelf vind het altijd heel erg leuk om te doen. Alleen ik merkte dat er sommige podiumvrees hadden. Dus toen hebben we in plaats van zo'n uitvoering hebben we een talentenjacht georganiseerd. En zo is het eigenlijk ontstaan. Ja. Ja, leuk. En hoe lang bestaat dit nu al, dit concept? Vanaf 2010. En vorig jaar hebben we The Voice of Veldhoven gedaan. En dat was een heel groot succes. En dit jaar doen we dus, daar begint nu dus, The Voice of Waalre. Ja. The Voice of Waalre, Ron, dat klinkt alsof er alleen maar mensen uit Waalre meedoen. Dat is niet zo? Nee, het is The Voice of Waalre, omdat het in Waalre gehouden wordt. Alleen, we willen zoveel mogelijk mensen eigenlijk daarvoor aanspreken. Dus het wordt heel breed ingezet. Alleen, ze moeten wel uit de Kempen komen. Dus Eindhoven, Veldhoven, ja, overal mogen ze vandaan komen. Mm-hmm. Dus het is niet speciaal voor The Voice of Waalre. Nee, dat klopt. Nee. Dus ook voor de kijkers, voor de inwoners waarvoor Horizon uitzendt. Dat is in dit geval Heeseleende, ja. Kranendonk en Waalre. Het komt dan wel terug. Maar goed, zo breed mogelijk, begrijp ik. Zo breed mogelijk en alle soorten repertoire. Dus alle genres mogen meedoen. Mm-hmm. Dus we willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om op een groot podium zijn eigen te laten horen. Ja. Ook die mensen die eigenlijk niet zo goed durven, die moeten ook gewoon komen. Want ze worden toch eerst beoordeeld via een auditie. Ja. Dus het is echt een heel leuk spektakel voor hen ook. Ja. En tot hoe lang kan worden deelgenomen, de voorrondes, tot hoe lang zijn die? Ja, de audities die beginnen 16 juni en die lopen door tot 23 augustus. Mm-hmm. Dus ze kunnen zijn eigen nog voorlopig gewoon opgeven. Dat is geen enkel probleem. En waar eindigt het uiteindelijk? Het eindigt uiteindelijk op 6 oktober. Dan is de grote finale in Waalre. En degenen die daar in de finale staan, die gaan automatisch door naar de Voice of the Kempen. En ja, dat is natuurlijk het allerhoogste niveau, zou ik maar zeggen. Dat is het eindstation voor deze talenten, jachten. Dat klopt. Dat is het, daar streven we naar. Mm. Dus, en ik denk degenen die in die finale staan, dat het allemaal landelijk niveau waardig is. Nou. Ja. We zullen het allemaal gaan zien en beleven. Ik begrijp wel dat jij vanuit je ervaring spreekt, want je hebt zelf gezongen en nog steeds. Ja, dat klopt. Ja. Ik zing nog steeds, alleen ik treed niet meer actief op, maar ik begeleid voortaan zangers en zangeressen om te kijken hoe ver ze kunnen komen. Ja, ja heel erg leuk. Ja. Mooi. Ja, je zegt het ook zo met een smile van dit is ook echt wat ik andere mensen wil meegeven. Dat is een mooi gegeven natuurlijk. Ja, ik probeer echt die ruwe diamant, die probeer ik echt allemaal zo goed mogelijk te verfijnen, zeg maar. En daar geniet ik heel erg van. Ja. Ja. Mensen die nader informatie willen, waar kunnen die terecht? Die kunnen naar mijn website en dat is www.rjrecordstudio.nl. Okay. Ja. Nou, heel veel succes, Ron. Dankjewel voor dit interview. En we horen en zien er vast nog heel veel van. Nou, dankjewel.
wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words fly out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Ja, zoals u zojuist hebt kunnen zien, waren we te gast bij Ron Jongenelen, de organisator van The Voice of Waalre. En we hebben ook al wat beelden kunnen laten zien van iemand die daar zangles volgt. Dat is Nina. En Nina zit hier nu bij mij aan tafel. Ja. Zij is namelijk ook de deelnemster, één van de deelnemers van The Voice of Waalre. Ja, Nina, heel spannend. Heb je al ervaring in dit soort talentenjachten? Ja, ik heb vorig jaar in november heb ik meegedaan aan The Voice of Veldhoven. En ja, het is eigenlijk iets vergelijkbaars. Je hebt dan, ik ben uiteindelijk in de finale gekomen. Dus dan ja, heb je toch al drie avonden mogen optreden. Dus ja, het is gewoon heel leuk, want je doet er heel veel podiumervaring mee op. En je leert steeds beter hoe je met je zenuwen om moet gaan. Mm-hmm. Dus nou ja, dus ik dacht, misschien kan ik het gewoon nog een keer doen. Ja, en, natuurlijk. Gewoon hartstikke leuk. Ja, ja. Heb je ook ambities om daarin verder te gaan, in de muziek? Ja, dat vind ik een beetje lastig, want ja. Muziek is wel echt mijn passie en ik ben er eigenlijk wel dagelijks mee bezig. Maar ja, ik ben ook wel heel realistisch dat het gewoon de kans natuurlijk heel erg klein dat je daar later echt je geld mee kan verdienen. Dus nou ja, het is gewoon echt een hobby voor me. Maar ja, mocht er ooit iets op mijn pad komen, dan zeg ik daar geen nee tegen. Zeg nooit nooit, hè? Je nee, weet het niet. Dat is waar. Hoe lang volg je inmiddels zangles? Inmiddels volg ik 5 jaar zangles. Ja. Dus al een tijdje, ja. Ja. En je merkt ook wel een verschil. Dat heb je ook wel nodig om, als je wat vaker zingt. Ja, zeker. Ik heb opnames van toen ik 13 was. En dan merk je dat je echt nog best wel een, echt nog een kinderstem hebt. En dan ik luister ook wel eens naar opnames van nu. En dan merk ik toch wel dat mijn stem heel anders klinkt. Dus, volwassener. Ja, ook geschoolder. Dat. En ook, ja, precies. Ja. Ja, ja, dat is wel belangrijk. Wat doe je daarnaast in de muziek? Ik speel ook piano, speel ik. Ik heb van mijn 8e tot mijn 12e heb ik ongeveer keyboardles gehad. En daarna ben ik daarmee gestopt, omdat ik me echt toch meer wilde gaan richten op het zingen. Maar anders een mooie combinatie natuurlijk. Ik speel het nog steeds eigenlijk dagelijks wel. Ja. Dus ik heb mezelf daar ook, ik wil het in ieder geval niet verleren, dus ik blijf het gewoon dagelijks wel doen. En ja, inderdaad, ik combineer het ook wel eens met wel akkoorden en dan zing je erbij. En dat is natuurlijk een leuke combinatie ook. En je treedt nog wel eens op? Ja, ik heb in april toevallig nog heb ik met op de Koninginnenmarkt in Veldhoven gestaan. Dus was ook een hele leuke sfeer natuurlijk. Iedereen is lekker zat en dan ga jij lekker zingen. Dus dat is hartstikke leuk. Nou, dus, je bent wel als solo artieste, dan sta je daar. Ja, natuurlijk is hartstikke leuk. Je ligt een keer nog in een groep. Ja, wie weet. Ik zing ook in een bandje, dus dan... Maar je zingt ook al in een band? Ja, ik heb een... Ik denk nu ongeveer 4 jaar heb ik met vrienden bij een bandje. En dan treed je ook af en toe wel eens op in een cafeetje of zo. En dan combineer ik het zingen ook vaak met keyboard spelen of met piano spelen. Dus dat is ook gewoon heel erg leuk. Heel erg leuk. Ja. Ja. Van welk genre hou je? Wat zing je met name? Ik zing eigenlijk vooral wat rustigere, gevoeligere muziek. Ik hou toch wel meer van ballads, zeg maar. Van nummers met een bepaalde boodschap of zo. Dat vind ik gewoon heel mooi als je een bepaalde boodschap in een nummer hebt. Dat je dat kan overbrengen. Ja. En ik hoor wel vaak van mensen en ook van mijn zangleraar. God, dat ik me toch moet gaan proberen ook andere genres uit te gaan proberen. En daar ben ik nu heel erg mee bezig. Maar ik denk dat mijn... Mijn kracht ligt denk ik toch wel meer bij de rustige nummers. Ja. Oké. Je gaat zo 2 liedjes zingen? Dat zijn rustige nummers? Ja, allebei dus. En dat zijn welke nummers? Een nummer van Emily Sandé, Read All About It heet het. En een nummer van Glennis Grace, Always. Oh, kijk, ja. Niet de eerste de beste, hè? Nee. Nee. Nou, daar gaan we zo naar luisteren. Okay. Heel veel succes straks met The Voice. Dank je wel. En laten we hopen dat je weer een van de finalisten bent en gaat winnen natuurlijk, hè? Ja. Want daar ga je voor uiteindelijk. Nou wie weet. Hoop prima. Nou, fijn, dankjewel. Ja, dankjewel. Ja? Oké. Okay.
You've got the words to change a nation, but you're biting your tongue. Spend a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lions, so why let your voice be tamed? Baby, we're a little different, there's no need to be ashamed. The light to fight the shadow, so stop hiding it away. So come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. At night we're waking up the neighbors while we'll sing away the blues, making sure that we remember, yeah, cause we all matter too. If the truth has been forbidden, then we're breaking all the rules. So come on, come on, come on, come on. Let's get a TV and a radio to play your tune again. It's about time we've got some airplane of our version of events. There's no need to be afraid, I will sing with you, my friend. So come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 oh. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh. There's a Romeo is bleeding, you can't see his blood. It's nothing but some feeling, this soldier kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You say I've always been a fighter, without you I give up. Now I can sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. And I will love you, baby. Stand. You left behind are just memories of a different life. Some that made us laugh, some that made us cry, some that hate you have to say goodbye. While I give to run my fingers through your hair, to touch your lips, to hold you near when you say a prayer.
try to understand. I've made mistakes. I'm just a girl. When she holds you close, when she pulls you near, when she says the words you've been needing to hear. I wish I was her, 'cause these words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Dank je wel.